Melkveehouder Harry Arends uit het Twentse Agelo tuurt regelmatig over het glooiende landschap rondom zijn boerderij. Niks aanwezig. En dan niet om zijn mais te bekijken, maar om bezoekers op zijn grasland te spotten. Vrij vaak zie je van hier van huis uit, kun je het zien dat er mensen naartoe gaan en met honden of mensen met metaaldetectors, vliegers, luchtballonnen. Te gek om op te noemen met auto's, brommetjes, scootertjes, van alles kan je meemaken wat gebruik maakt van je eigen land in principe, wat door ons eigen niet gewenst is. Het perceelgrasland beheert Harry Arends zonder afrastering. Dit om het makkelijker te maaien, maar ook voor het oog. Ja, het landschap is hier een beetje heuvelachtig en daarom is het vrij aantrekkelijk. Het doet een beetje buitenlands aan voor de mensen van het westen in ieder geval. En daardoor is het vrij aantrekkelijk en komen hier vrij veel toeristen. En niet alleen dagjesmensen weten de schoonheid van het open grasperceel met wildakker te waarderen. Op een gegeven moment was ik hier achter huis en op een gegeven moment zag ik een vrachtwagen die zo'n bovenop land uit. Toen was het ook vrij droog. Maar daar waren ook een bruispaar en die gingen een bruisreportage maken vanuit de vrachtwagen. Waarschijnlijk was die man een vrachtwagenchauffeur. En daar heb je nog heel lang kunnen zien waar die vrachtwagen door het land is gereden. Ik bedoel, vooral die banden, dat knijpt ontzettend in en daar hadden we geen behoefte aan. Nee. Harry Arends kan ondanks de grote aantrekkingskracht op ongenode gasten zijn wildakker aanbevelen bij collega's. Ja, het is een kleine 2000 euro per hectare wat je ongeveer beurt. En je kan hem meer tellen voor je mestboekhouding. Je hoeft niet te spuiten, het is verder niet te oogsten. Dus er zijn weinige kosten wat je erop hebt. Dus het is gewoon financieel is wel lucratief.